Hey hallo iedereen, welkom bij het videoweerbericht van vandaag. We zijn intussen dinsdag 21 maart 2023. De lente is begonnen, maar helaas het weer trekt zich daar eigenlijk niks van aan. Integendeel, het is helemaal niet echt lenteachtig daarbuiten. We zijn de dag gestart met een regenzone. Vooral in Oost-Vlaanderen regent het vanochtend vroeg nog wat. West-Vlaanderen heeft al iets drogere papieren, maar ook daar komen nog wel een aantal verspreide buitjes voor. Nu, die regenzone die gaat vrij snel doortrekken, dus we komen al heel rap allemaal met meer droge omstandigheden te maken. Maar in de loop van de dag kan nog wel een buitje vallen. Het is zeker niet zo dat het helemaal droog zal worden. De meeste neerslag zit echter in de eerste uurtjes van de ochtend. Daarna krijgen we dan een mix van wolken en opklaringen, waarbij er ook wel wat zonnige momenten kunnen doorbreken, zeker vanmiddag. Maar echt van harte is dat allemaal niet. Er blijft toch wel vrij veel bewolking hangen, met dus die kans op dat ene plaatselijke buitje eventueel nog. De temperaturen zijn wel zacht. We zitten in hele zachte lucht. We starten de dag rond 8 à 9 graden. En vanmiddag wordt het gemakkelijk 13, lokaal zelfs 14 graden. Maar dat gaat gepaard met redelijk wat wind. Die komt uit het zuidwesten en waait vrij krachtig aan de kust, met daar uitgieters tot rond een 40-tal kilometer per uur. Maar ook boven land is dat toch maar een vlagerige wind uit die richting. Vanavond en vannacht blijft het zacht. Veel lager dan een 8 à 9 graden zakken we daarbij niet. Maar er is veel bewolking. Heel misschien valt er een lokaal buitje, maar meestal is het wel droog. En die vlagerige wind, ja, die trekt zelfs nog iets aan. Die komt uit een zuid-zuidwestelijke richting tegen dan. En blijft toch wel vrij krachtig tot krachtig waaien, zelfs aan de kust. En ook boven land wordt die matig tot vrij krachtig. Morgen wordt een complete off-dag. We gaan een aantal storingen moeten verwerken. Van in de ochtend al begint het te regenen en dat zal voor het grootste deel van de dag zijn. Die regen die kan daar momenten echt wel intens en soms overvloedig zijn, met ja, toch wel een tiental liter water per vierkante meter die zou kunnen gaan vallen. De temperaturen blijven zacht. Iets minder zacht dan vandaag door de regen, maar toch blijven we gemakkelijk rond een 12 graden noteren. En er staat morgen ook een redelijke wind uit het zuidwesten. Kortom, in plaats van lente lijkt het weerbeeld meer op dat van een herfstige dag. En zo is dan de teerling geworpen voor de dagen nadien. Als je de pluim er even bij bekijkt die er bovenop komt te staan, ja, dan zie je het al, hè. Donderdag, vrijdag en ook in het weekend. De wisselvalligheid blijft voortduren. We zitten wel telkens in zachte lucht met temperaturen die gemakkelijk 13 tot 14 graden halen, maar er passeren tal van regenzones. Op elke dag zie je dat de regenpluim, dat is de onderste grafiek, toch wel goed naar boven uitschiet. Er passeren dus zowel donderdag, vrijdag, zaterdag als zondag regengebieden waarbij het soms hard en intens kan regenen. Verder zie je ook dat naar zondag, maandag toe er eventjes een wat beter moment komt onder een mobiele weg van hoge luchtdruk. Maar dan komen we heel tijdelijk waarschijnlijk in wat koelere lucht terecht, met even wat minder hoge temperaturen. Wie weet, als het 's nachts opklaart, zelfs een tikkeltje nachtvorst erbij. Maar dat is heel tijdelijk, want op langere termijn blijft de wisselvalligheid voortduren. En dat zie je ook duidelijk in die pluim terug. Kort samengevat, vandaag is eigenlijk nog wel de beste dag van de week. Hoewel er ook vanochtend toch wat regen valt, maar daarna lijkt het droger te blijven. Met wel redelijk wat wind en zachte temperaturen. Vanaf morgen blijven die wind en die zachte temperaturen op het appel, maar ze krijgen gezelschap van flink wat regen. Bedankt om te kijken en alvast tot morgen. Dag.